Yo, guys, wij komen bij de op twee en laatste review van 2019. Welkom bij Noël. Ja, 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 ik weet het. Het is 10 januari en we zijn vandaag een kerstfilm aan het reviewen. Ja, oké, okay, ik weet ook niet waarom dat we nu nog een kerstfilm reviewen. Ik had deze film beter eerder gepland, ja, dat weet ik. Maar. Ik ga geen uitleg geven eraan. Ik had gewoon nu pas zijn om deze film te kijken. Ik heb hem best wel zitten uitstellen, want hij leek me niet zo goed, maar ik wilde hem wel zien. En uiteindelijk heeft mijn, mijn element van het niet kunnen weerstaan van films te kijken. Het gewonnen van het feit van deze film het fucking kut zijn. En de film was niet fucking kut, maar. <laughs> my boy, hij was slecht. Oké, okay. laten we gewoon gaan beginnen. My name is Noel Kringle. Christmas Runs in My Family. Ik vind originele ideeën altijd wel tof, maar deze ligt wel heel erg op het randje. En ja, dit idee is gedaan in andere opzichten. Voor de ene kant is hij wel origineel, maar nu steeds voelt alles repetitive aan. Ook is het verhaal gewoon veel te absurd en vind ik het acteren er totaal niet bij passen. En ook zijn vrijwel alle moppen gewoon... Kut geschreven. Maar echt kut. Het verhaal is hooguit interesting en schattig. Verhaal 100 op 200. Noël en Nick waren hooguit interessant. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik voelde gewoon niks voor hun, want ik mocht hun personages niet. Jolly vond ik wel een leuk personage. Alex vond ik een veel toffer personage. En Jake vond ik een oké okay personage. Personages 70 op 200. De film, moet ik eerlijk toegeven, gaat me net wat te langzaam. Verder gebruikt hij wel een echt extreem mooi kleurenschema. Iets waar ik wel echt immense stress van kreeg, was het goddelijke CGI-gedeelte. What the fuck was er mis met de CGI? Was het de bedoeling of was de CGI nog gewoon niet af? Want hij zag er gewoon totaal niet af uit. Na een heel erg goede CGI gebruik te hebben, in togo verwacht ik wel iets meer van jouw Disney Plus. Pacing en designing 50 op 150. Oh, er was surprisement met momentum, maar die was dusdanig slecht dat er echt minime kleine dingetjes waren die ik niet zeg aankomen. En dat was bijvoorbeeld Snowden die er ineens kwam aanvliegen. Iets wat ik niet had verwacht, iets wat obvious was. Surprisement 25 op 100. De acting, zoals ik al eerder heb verteld, vond ik niet goed. Anna Kendrick ben ik veel betere dingen van gewend. Dus om dit hier te zien was gewoon raar. Ze speelt er zo een typisch meisje dat in de wereld terechtkomt, dat niet weet wat de wereld is, hoe het in elkaar zit. Ze speelt veel te vrolijk, ze speelt veel te dom. Het, het, het voelt raar. Acting 60 op 150. De critics vonden deze film ook niet goed en geven hem een 48 op 100. Ik ben zelfs nog minder eens daarmee, ik geef hem een 20 op 50. En ter gezien ben ik het nog minder met mezelf eens en geef ik hem anderhalve ster, 15 op 50. Dan brengt de totaalscore van Nuel uit om een 388 op 1000, oftewel een 3,9 op 10. Heb jij Nuel nou gezien? Laat weten wat je ervan vond in de comments erbeneden. En ik zie je graag terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken, geef een like, comment, subscribe, deel deze video met je vrienden bedankt voor het kijken en bye bye.